Wij zijn genomineerd met de glazen koets voor het schilder- en verguldwerk. De glazen koets van het Koninklijk Staldepartement. Die is gebouwd in vanaf 1821 tot 1826 is hij afgeleverd. Het werk bestond uit het opnieuw aanbrengen van een verfsysteem, verguldwerk, waar vooraf het rijtuig eigenlijk gereinigd is en ontdaan van alle oude verflagen. Alleen met het schoonmaken van het onderstel zijn we met z'n 4 en 6 weken bezig geweest. Die was helemaal volgeverfd. Het relief was helemaal weg. En dat is nu echt weer helemaal duidelijk tevoorschijn gekomen. Er zijn meerdere grondlagen op aangebracht, geplamuurd. En datgene wat verguld moest worden, dat hebben we met een lakverf gedaan, met een gele lakverf. Ik denk 95% van al verguld werk dat het 2 keer verguld is. Op de kast is de aanwezige verflaag blijven zitten. En die hebben we teruggeschuurd. Afbeeldingen die erop stonden, daar is de blanke laklaag van verwijderd. Dat is door atelier Mozenbacher gedaan uit Den Haag. En er wordt ook altijd 0,5 centimeter om die afbeelding heen meegenomen. Dus je krijgt een niveauverschil wat weer opgevuld moet worden. En daar zijn meerdere grondlagen op aangebracht en 5 à 6 aflaklagen waarna die nog een keer blank gelakt is. En dat doe je met de afbeelding, maar ook met het wapen wat op de deur zit en op de voorkant en op de achterkant van het rijtuig. Het metalen gedeelte is voorzien van een roestwerende primer, waarna het ook gewoon meegenomen is in het verfsysteem. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs mogen winnen 2015, omdat het een uniek project is. Het is van historische en culturele waarde. Het is gemaakt van koning Willem I. Dus het is nauw verbonden met de geschiedenis van het Nederlandse volk en van het koningshuis. Het is toch wel mooi dat zoiets bestaan blijft en weer opnieuw inzetbaar is.